belang. Want stonden de koeien met de kont in de zuidwestenwind, dan trok de wind dan ook nog eens aan. Dan wist de boer dat er een grotere kans was op regen. En dan de dag nevelig, fris, met de zon en bijzon. En dat is dan een optisch verschijnsel dat ontstaat door breking van zonlicht in de hoge ijskristallen. Velden, mooie wolkenstructuren, maar op het einde van de ochtend werden die door de zon weggebrand. En van het zuiden van de dag naar midden en uiteindelijk Noord-Limburg. En daarbij koelde het af tot 24 graden. En daarmee werd de ergste hitte al meteen verdreven. Ja, en vanavond dus ook nog enkele... Het was ook een beetje drukkend warm, de lucht was vochtiger dan gisteren. En tijdens flink wat zon werd het vanmiddag op diverse plaatsen ruim 25 graden zomers warm. De hoogste temperaturen van ons land. Op deze zwarte zaterdag, maar in Limburg was er dus geruime tijd een wit-blauwe zaterdag. Tijdelijk 7 augustus, onder meer hier in Wijnandsrade, een graadje of 8 in het vrije veld. En boven de wei was wat mist ontstaan. Nou, dat werd door de zon netjes opgeruimd. Vandaag een hele mooie dag. Het werd op veel plaatsen zo'n 23 tot 26 graden. Hier in Limburg, daar werd de hoogste temperatuur genoteerd. En vanavond is het ook op de meeste plaatsen nog droog en helder en nog heerlijk. Een heerlijke dag vandaag. Ja, het was een prachtige dag, maar vertel ik er meteen bij, dat gaat veranderen. Het was blauw vandaag, maar je kunt concluderen dat het gaat veranderen alleen maar door naar de satelliet. Met de zon erbij, het werd snel warmer, zoals hier in de Prinsen Heide. Maar al heel snel we zagen er best wel vriendelijk uit tijdens zonnige periode. En daarbij werd het net 20 graden. Maar meestal hadden we vanmiddag toch vandaag een mooie zomerdag van, met weinig bewolking. Prima omstandigheden ook om het gras te laten drogen, zoals hier een brommelen, klaar om ingepakt te worden. En dat mag ook wel, want vanavond, later vanavond en vannacht, dan is er alweer kans op 14 graden rond lunchtijd hier in Wijnandsrade, waar het ook nog ruime tijd nadruppelde. We wachten op de 1e september zonnestralen en die maakte daar een mooie vrijdagochtend van. Er kwam uiteraard zonneschijn, het klaarde heel snel op. In de loop van de ochtend ook hier in het pittoreske Vink. En dat is een buurtschap bij Wijnandsrade, gemeente Nut. Op het plateau van Schimmert, waar een stevige wind stond. Maar ja, de diverse sporten. Zonneschijn, mooie wolkenlucht hier. Tijdens de zonnige periode 15, 16 graden. In de loop van de middag ook nog enkele buien. Vanmiddag in gezelschap en we oogsten nog geruime tijd droog weer. En tijdens de zonnige periode werd het een graad of 16, 17. Later in de middag ontstonden enkele plaatselijke plensbuien, die bleven hangen, maar heel veel plaatsen hielden het geruimd. Inmiddels in de winterjas, soms gekleurd, maar dat is een goed teken. Een teken dat over een aantal maanden er weer lammetjes in de wei rondlopen. Ja, dat liep vanochtend in de maandagochtendspits vrij soepel. Ook het autoverkeer had geen echte last van regen. Dat kwam pas net na de ochtendspits, maar het werd al heel snel droog. Ook niet bij van deze koeien. Dat was best wel aangename dierendag weer voor droog en vanmiddag een graad of 15. Er gaat trouwens ook een weerspraak over, want de beste windwijzer is de koe. Haar kont staat altijd naar de regen toe, dus dat geldt voor morgen. Bij af en toe ook eikels, kastanjes en andere oktobervruchten kelderden neer op de Limburgse grond. En zo komen we ook gevoelsmatig meer en meer in de herfst. Een temperatuur rond 15 graden, hooguit een bui of een buitje. De droge perioden hebben de overhand, vooral in de middag flink wat zon en dan kunnen we er nog even op uit. Maandag droog weer, temperatuur 15 graden. En dinsdag, daar zijn ze weer, de buien, met een temperatuur zo rond 15 graden. Vandaag gevallen op bij het flink afkoelen. Nou, die buien die werden met een west-noordwestenwind aangevoerd vanaf Limburg, daar waren de hoogste temperaturen. Daar werd die 22 graden ook gehaald. Maar in het noorden bleef het toch een beetje achter en dat zien we op de satellietfoto. Ja, geen 25 plus meer. Zoals gistermiddag nog hier in Oud-Valkenburg. Maar met 18 tot plaatselijk 20 graden leefden we nog steeds ruim boven onze stand en het oplopen van de temperatuur. Dit is een plaatje van even na 8 uur. We hadden tijdelijk ochtendrood. Limburg, daar op veel plaatsen al meteen vanaf het eerste uur de zon erbij. En was het gewoon prima toeven vanmorgen al. En tot dan maar weinig wind, dus pas voelde het ook heerlijk aan. Vanmiddag brak op steeds meer plaatsen de zon door. En in de gebieden met de meeste zon werd het nog 14 graden. Komende nacht koelt het af naar een graad of 8. En morgen... Woensdag lijkt nog een droge dag te worden met de temperatuur rond 9 graden. En als we dan naar donderdag gaan, buiig hoor, roept uit buiig weer. En een temperatuur rond 9 graden. Op vrijdag heb ik ook buien staan, pittige buien, af en toe wat zon. En een temperatuur rond 10 of 11 graden. Van 10 graden, plus 6 hier maximaal in Arendsgenouden. Daarmee was het voor Zuid-Limburg de koudste dag sinds 6 maart dit jaar, waar het ook nevelig was. Kust
kustgebieden buien. Zondag een dag met af en toe de zon, maar ook buien. Buien met hagel en let op, een waarschuwing. In die buien kunnen windstoten voorkomen. De temperatuur ligt tussen de 7 en de 9 graden en de wind... Namelijk sombere weekend met een zuidlindering amper een uurtje zon, zag het er vandaag overal weer een stuk vriendelijker uit. Zoals hier in Bijnenschade en het gehucht Venk hierbij. Want de eiken- en beukenbladeren zijn nu aan het verkleuren. Hoewel je dat op dit plaatje van vanmiddag niet zou zien. Hè? Nog fris groene bladeren. De bladverkleuring is dit jaar heel lang. Het is vroeg begonnen, maar het duurt heel lang door de hele zachte oktober. Overigens, de biethopen hier hoeven de komende dagen niet afgedekt te worden tegen de vorst. Afgelopen nacht nog een beetje vorst aan de grond, maar veel stelde het niet voor. Hier zien we ook nog steeds. De bladverkleuring dat gaat dit jaar heel lang door. Door de zachte oktober en het gebrek aan winterkou. En dat geldt ook voor de komende dagen. Motregen. Zometeen dus het uitgebreide weerbericht. En daarin heb ik een foto. Komt niet vaak voor uit het pittoreske Zwier. Dus als u dat wil zien, graag tot zometeen. Morgen een dag met in het noorden in de ochtend de buien. In het midden rond de middag. En later in de middag in het zuiden. Dat het dan nog van de buien over is. Daartussendoor best nog wel eens even de zon. En de zon wint in de middag weer terrein. De temperaturen die liggen morgen zo tussen de 7 en de 10 graden. En de temperaturen vragen vroeg rond zonsopkomst. Rond 8 uur nog een streepje zonneschijn. Maar... met een aantal buien, vooral in het noorden, in het oosten, in het midden. Het westen, het zuiden kunnen het wel eens helemaal droog houden. En de zon is er geregeld bij, dat ook. Maar die buien wel kans op windstoten en misschien in het noorden ook wel hagel. De temperaturen liggen morgen tussen de 8 en de 10. Daar klaart het weer op en werd het 15, 16 graden. En er stond een stevige wind. Regen, zeg maar een regendag. Temperaturen 8 graden. Op dinsdag temperaturen rond 7 graden. De zon erbij, maar ook een aantal buien. Op woensdag ook een aantal buien. Maar dan een temperatuur zo rond 6 graden.